Deze maand is het precies 100 jaar geleden dat kruidenierszaak Elke Muttert zich vestigde aan de Schoolstraat in Musselkanaal. Tegenwoordig is het geen kruidenierszaak meer, maar een drankenhandel die tot ver in de omgeving een goede naam heeft weten op te bouwen. En ook nu staat er weer een Elke Muttert aan het roer, maar dan eentje van de derde generatie. 100 jaar geleden begon het dus allemaal, maar eigenlijk gaat het verhaal nog verder terug in de tijd. Nee, mijn grootouders zijn begonnen in 1918 op deze plek. Dus ze zijn getrouwd. Eigenlijk zijn we al veel ouder, maar waarschijnlijk dat wij begin 19e eeuw, dus goed 1800, al in deze streek actief waren met allerlei activiteiten. Vooral vrachtvervoer per boot, zeg maar. Wat activiteiten met wat winkeltjes en wat andere dingen. Maar mijn grootouders zijn hier gekomen in 1918. De Mutters waren echte ondernemers die kansen zagen en pakten. Ja, het is eigenlijk al door de tijd heen hebben we altijd wel de kansen gezien. Omdat je moet iedere keer nieuwe dingen bedenken. Toen was de winkel met de kruidenierswaren, eigenlijk geen koloniale waren. Mensen werden de goederen thuis afgeleverd. Op een bepaald moment dachten we, mensen krijgen een auto, worden mobieler. Ze komen bij ons, laten we een zelfbedieningszaak beginnen. Nou, dat was de periode van die zelfbedieningszaak. Later kwamen andere grotere bedrijven op en hebben gezegd, nou laten we dat dan even aan de kant zetten. Dan zijn we alleen met de slijterij verder gegaan. Want je moet wel weten, althans proberen te onderzoeken, wanneer moet ik met iets beginnen en wanneer moet ik ermee stoppen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Musselkanaal gedacht dat Muttert met de Duitsers heulde. Maar na de oorlog bleek dat het wel even iets anders lag. Het was zo dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werden natuurlijk allerlei mensen opgeroepen om dienst te doen, om in dienst te gaan. En ja, die jongens die wilden dat natuurlijk niet, hadden een plek nodig, konden niet thuis blijven. En werden dan bij ons in dit pand op de zolder verstopt. Wat mijn slaapkamer later werd, was toen eigenlijk een soort bewaarplaats voor die mensen. Dus daar achter de schuttingen, in de kast, werden die mensen een beetje afgeschermd ten tijde dat er controles waren. Het is natuurlijk wel zo dat de Duitsers op dat moment, waar ook een cafébedrijf hiernaast, daar een borrel kregen. Maar die moesten we natuurlijk wel een klein beetje te vriend houden, maar toch. Het is beter voor ons dat ze bij ons over de vloer kwamen dan dat ze juist niet kwamen, want dan was het gevaarlijker. Dus op zich is dat allemaal goed afgelopen. Men kreeg op dat moment natuurlijk wel een beetje een indruk van ons dat wij hulden met de Duitsers. Maar dat bleek later niet zo te zijn. Dat is ook wel weer rechtgezet, dus op zich allemaal goed afgelopen. Een poos zagen de ondernemende Mutters kansen in de grossierschap en een zelfbedieningswinkel. Maar de focus kwam steeds meer op de drank te liggen. Op een bepaald moment dachten we ook van we moeten toch ook wel met drankjes beginnen. We gaan toch steeds meer drank drinken buiten het café, dus lekker thuis. Er was een beetje de opkomst van de slijterijen. Had wel vroegtijdig gezien dat die zelfbedieningszaken ook geen toekomst hadden. Althans niet in de vorm zoals wij het zouden doen. Dus daar heeft hij zich meer geconcentreerd op de slijterijen. Vader Frans was een bekende figuur in Musselkanaal en was ook niet bang om zich te profileren. Mijn vader was inderdaad wel een type die zelf een foto van zichzelf plaatste in de krant. En zei, ik sta garant tot de laatste druppel in uw glas. Ook vaak een persoonlijk verhaal erbij. En was natuurlijk ook wel een beetje een volksman. Iedereen kende hem. Hij was Frans. Wat frappant is, of niet frappant, maar wat wel nu nog steeds gebeurd is, dat veel mensen ook tegen mij zeggen Frans. Nou prima. In 1977 overleed Frans Muttert en stond zoon Elke voor de keus blijven studeren of moeder helpen in het bedrijf. Hij koos voor de drank en dat was voor hem geen moeilijke keuze. Nee. Ik vond de opleiding die ik deed ook heel erg mooi. Maar het waren twee goede dingen, twee mooie dingen. Maar je moet een keuze maken. En ik moet zeggen, tot op heden geen spijt gehad van de beslissing. Nee. Zijn toen nog vriendin Marleen had wel wat moeite met zijn keuze. Want in principe, toen dacht ik van, ik heb liever dat hij zijn studie afmaakt. Achteraf heeft het goed uitgepakt. Maar je bent jong en ik dacht, ik ga ook zo naar Groningen. Het is leuk als hij daar ook woont. Maar dat was dus niet. Hij kwam net weer terug en toen ging ik naar Groningen studeren. Dus en daar heb ik een aantal jaren gewoond. Al gauw bleek dat Elke ook het ondernemersbloed in zich had. Nou ja, dan zie je daar allerlei dingen gebeuren. De handel veranderde natuurlijk ook. Een slijterij die we hadden kon niet meer een slijterij zijn. Dat was niet meer van die tijd. Dus we hebben in 1981 uitgebreid. Ik weet dat wij toen besloten om ook in bier verder te gaan. Op een bepaald moment hadden wij iets van 146 soorten bier. Bij ieder bier hadden we een glas. Dat was toen een beetje uniek.
Later komen de grote jongens en de supermarkten komen er achteraan en die gaan ook dat soort dingen doen. Wijn. Uit deze regio werd veel wijn, mensen die wijn gingen drinken, die kochten dat in Groningen. Die gingen speciaal naar Groningen. Daar was eigenlijk, konden ze alleen maar goede wijn kopen. Ik denk, die groep moet ik ook tot mijn klant maken. Dus ik ben ook in die wijn verder gegaan. Constant is de ondernemer op zoek naar nieuwe ideeën. We zijn natuurlijk wel actief ook met onze leveranciers. We hebben een aantal leveranciers waar we veel zaken mee doen in Nederland. Die hebben dan weer contact in het buitenland. Nou, ik was vorige week met mevrouw in Portugal. Mochten wij het museum van Ramos Pinto bezoeken. Dat is een mooi portmuseum. We hebben een hele mooie proeverij gehad. En ik weet, het klinkt gek om van jezelf te zeggen dat je veel van port weet. Maar ik weet vrij veel van port. En toch leren we nieuwe dingen. Dat is gewoon heel leuk. Dus daar krijg je iedere keer weer zo'n push om dingen extra te doen, om nieuwe dingen te doen, nieuwe verhalen vertellen aan je klanten. Ervaringen met cocktails, met port, met andere dingen. Dat is gewoon heel leuk. Zoon Tom Roderick zat in de babyvoeding, maar de drank had ook op hem een grote aantrekkingskracht. Ja, toch weer besloten om terug te gaan naar anderhalf jaar babyvoeding. Ik kriebelde te veel. En dan denk je van ja, moet je dat nog een tijdje naast elkaar doen in de avonduren. Ja. Op een bepaald moment moet je een knoop doorhakken. Dus dat hebben we gedaan en gezegd, dan gaan we weer terug naar de drank, terug naar Musselkanaal. Uit Den Haag, dat was ook wel even wennen, maar ja, wel terug. De ondernemersgenen zijn inmiddels dus aan de volgende generatie doorgegeven. Toch zijn ze niet bewust die richting ingestuurd, vertelt Marleen. Nou, wij hebben onze kinderen nooit opgevoed van, er moet iemand in de zaak. Dat hebben we nooit gedaan, daar hebben we helemaal nooit eigenlijk over gepraat. We hebben gewoon gezegd van ja, je doet je best op school en je kiest een studie die je zelf denkt dat die bij je past. Soms hebben vader en zoon Tom Roderick meningsverschillen. Genoeg. Nee, dat is natuurlijk, het is gedeeltelijk een generatiekloof. Ik ben meer met één kant van het bedrijf bezig, hij meer met de andere kant. Natuurlijk, dat botst wel eens. Ergens in het midden kom je elkaar tegen en dan past het niet. Maar ook daar komen we wel weer uit. Hij heeft echter alle vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Ik denk de manier waarop we het nu doen, kunnen wij het nog prima jarenlang voortzetten. Wel dat de markt hetzelfde blijft. Er zijn de laatste jaren al zoveel gekke dingen gebeurd. Opkomst van de supermarkt, dus zeg nooit nooit. Maar 10, 20 jaar vooruitkijken, zeg ik van, dan zitten we hier nog en dan staat er nog een Muttert achter de toonbank. Spijt over het besluit dat hij in 1978 nam, heeft Uylken nooit gehad. In geen enkele vorm. Het is iedere keer weer nieuw. Je weet natuurlijk in de grote lijnen doe je steeds iedere dag dezelfde dingen. Maar er komen iedere keer nieuwe dingen.